de nieuwe CD niet. Het lijkt meer eigenlijk op een LP. Dit formaat eigenlijk ongeveer. Kijk, die zou een beetje nat worden, maar dit wordt hem dan ongeveer. Of dit is hem. Zo liggen we bij de fabriek, dus zo hebben we eruit komen. En zo hebben we eruit komen te zien. Dus. Vertel eens hoe je het bedacht hebt. Wij eerst gedacht van, maar een CD en dan moet dat ook nog nemen, zo'n CD. Op een of andere manier hoorde dat erbij, waarom weet ik niet. Maar ja, aan CD's, LP's, hij zal altijd nemen geven. Dus ja, dat doen we dan ook weer maar. Wie doet dat bij jullie? Dat doen we, we doen de neem geven we gezamenlijk. En dat is eigenlijk een heel proces geweest deze keer. Want we dachten van nou, we pakken een titel van een nummer. En dan het de CD zo heet. Dus maar alle titels even de revue laten passeren. Van boer zoekt bier tot onder uit de zak. Maar we dachten van ja, dat bevielen we ons eigenlijk niet. Van, er moet nog wat in zitten dan, weet je wel. En dan wordt er nog een fotootje bij zien te verzenden of een tekening of weet ik het wat. Dus maar er een beetje op zijn zeventigste zijde een beetje over het orgje deed, zeg maar. Maar aan het eind van het orgje, je weet wat dat is, een orgje. Dat doen ze juno versorteren en betalen en zo. En alles wat dat de deur voelt, is niet goed. Maar wij stonden aan het eind van die band te wachten, zeg maar er kwam niks uit. Dus toen ben ik eens in mijn fotoarchief gekeken, zeg maar. Dat is ook niet zo groot. Maar daar kwam ik een foto tegen van deze prachtige jonge dame natuurlijk. En ik dacht, nou, dit moet me wel wat mee kunnen. Dus daar ben ik wat omheen verzinnen, zeg maar. En de titel zo had niet. Is niks, hij niks te maken met de nummers die erop staan. Hij ook niks te maken met de stijl waar de CD in opgenomen is of wat dan ook. Of de nummers. Het is gewoon iets dat al los staat van het verhaal eigenlijk. Zeus, mis je? Ja. Nou, er zit een dubbele bodem in. Ja, want we dachten van nou, bluff die zoveel dubbele bodem, zullen we er ook eens in doen. Wat moet ik mijn eigen debbie voorstellen? Of wat moet een ander zijn eigen debbie voorstellen? Dat mag we zelf weten, maar Zeus missie. Ik vind dat het Zeus nog steeds, en dat is ook gewoon aan het rond, dat je dat steeds minder hoort, zeg maar. Op een gegeven moment is er helemaal niet meer. En je weet, dingen die je er dan niet meer bent, dan heet ze pas mensen, dan heet ze pas echt mensen. Dus maar deze people in een omgeving, een plek, zeg maar, dat vooral niet Zeus is. Ik denk een fotootje van of Canada of Japan of weet ik het wat. En je ziet in ieder geval dat een einde van ons is. Of dat ze een einde van ons is. Dus dat mis je dan. Nou, de mis is met dubbel S. Ik vind het een heel leuk nieuw Zeus mesje, zeg maar. Wat kun je nog meer verzinnen? Je kunt nou, hoe fonetisch is misje toch Zuid-Beverlands? Ja, misje, dat is fonetisch Zuid-Beverlands, ja. En je kunt ook duidelijk zien dat er met dit misje iets mis is. Eigenlijk. Hey? Dat is duidelijk wat mis. En volgens mij, deze foto die ik gewoon een keer genomen ergens, volgens mij is er duidelijk wat aan de hand wanneer jongere mensen dreigen op deze manier gekleed. Hey? Ik bedoel, dan missen ze toch denk ik ook iets in hun leven. Dus ik denk dat deze jongen en dochter van nou, ik zie dat zo weinig mee en dat mijn gevoel heeft in dat dat...